Er zitten gewoon soms funny moments in Fortnite. Dit is geen funny moment! Nou, wel een heel apart verhaal is. Ik ben ooit een keer op een huisbezoek geweest. Moeder, vader, twee kinderen. En het was heel gezellig. En die moeder had een kort rokje aan. Die komt bij Sinterklaas op schoot zitten en die zegt... Sinterklaas, als u nou vanavond klaar bent met uw huisbezoeken... komt u dan nog even terug? Dus ik kijk eraan. Ik zeg, wat wil jij nou? Ze zegt, nou, de kinderen liggen dan op bed. Mijn man gaat wel naar de kroeg en wij zijn wel even gezellig. Nou... Dit is wel goede reclame voor Sinterklaas worden. Ik ja, zeg je, ja. Dit is wel... Je maakt wat mee. Geen brandweer en geen afvaldienst. Dat zijn problemen voor later. Oké, dat zijn geen problemen voor later. Misschien moet ik toch een brandweer gaan bouwen in mijn fantastische Heergewaard 2.0. Even kijken, hoe bouw je brandweer? Zeg maar, het ging al heel slecht in mijn auto. Ja? Hij heeft nu ook nog twee lampen... Alle lampen doen het niet meer. Rot op. Mijn rechterachterlicht is stuk. Mijn nummerplaat lucht. Oké. De ABS is stuk. Alle lampen. Ik weet niet wat EPC is. Godver. We gaan. Is het echt stuk? Hier, film deze. Dit is mijn favoriet. Break, fall, drive carefully to the nearest workshop. Kan gewoon jongens, kan gewoon. Oh, fuck me. Is allemaal niet erg. Je moet gewoon heel zachtjes remmen, zeiden ze bij de garage. Is er iemand hier in Limburg die mij nog naar huis kan brengen, toevallig? Even kijken. We bellen gewoon het nummer die Matsi is aanraadt. Hij is vast legit. Matsi zou nooit liegen erover. 0800. Hoi, goed dat je belt met de kindertelefoon. Er zijn nog 4 kinderen voor je. Wacht je nog even? Rotjoch, echt. Klote chat. Ik haat jullie allemaal stuk voor stuk. Feestdagen, hartstikke leuk. Maar er is ook een klein nadeel. Het wordt steeds kouder. Oftewel, we hebben zin in warme dranken. Die chocolademelkjes, die theetjes. Nu drink ik mijn Y-food altijd het liefst koud uit het koelkastje. Maar is het warm ook lekker? Dit is echt een verschrikkelijk slecht idee. Maar ja, alles voor de wetenschap. Hier is een warme classic choco, bijna klaar om te drinken. Eerst nog eventjes, ik zou zeggen, proost. Oké, dat is niet heel erg lekker, maar wel minder niet lekker dan ik had verwacht. En soms moet je gewoon nieuwe dingen proberen, toch? En daarover gesproken, probeer nou een keer zo'n Y-Food Starter Kitje met onder andere de chocoladesmaak. Koud, wel echt heel erg lekker. Verder heb je ook nog vanille, kokos, koffie en banaan. Veel smaken zijn ook nog verkrijgbaar. In poedervorm heb je ook zo'n probeerpakketje voor, inclusief een mooie shaker. Misschien denk je wel, hoezo proefpakketten, die heb ik allemaal al een keertje gehad. Dan zou ik toch nog één keer de Fudge Brownie willen aanraden. Ik ga momenteel zelf op een rap tempo door al die dozen heen. En als je dan toch wat gaat bestellen op yfood.nl, gebruik dan code RICKYOUTUBE voor 10% korting. Dat was het weer, terug naar de video. Dit is mijn toetsenbord van de afgelopen 2 streams. Die mist dus een J-toets. Ik weet niet hoe dat gebeurd is, maar die mist dus een J-toets. Ja, echt een verschrikkelijk toetsenbord. Kut ding! Nu mist hij alle toetsen! Oh, kut. Daar ging een blikje drinken over mijn spullen heen. Ja, klote ding, joh. Helemaal klaar mee. En waar kwam je toen precies achter? Dat hij dickpics heb lopen sturen. Wat heb ik aan de dickpic als je hem zo censureert? Net had ik gewoon een pompoen kunnen zijn op dit punt. Gewoon een pompoen of een appel met een worm eruit. Waar kijk ik naar, joh? Dankjewel voor de dickpic. Even één vraag aan de chat. Wat zijn die allemaal aan het doen, jongens? Hey! Als je maar betaalt voor 1 simkaart, heb je een 1/3 kans dat de 1 simkaart werkt. Oh, fuck. Ik loop zo die winkel uit. Ik denk, oh ja, ik heb nog spullen in mijn handen. Diefstal is echt niet zo moeilijk, jongens. Een vriend van mij die jatte vaak wijn bij de appie. En dan liep hij gewoon met een fles wijn onder zijn armen langs de kassa. En zei ze, oh, moet je daar niet voor betalen? Zei die, nee, had ik al gekocht. Dat is altijd gewoon prima. Guten Tag. Barno! Heb je die balloon gejat uit het park? Nee. Hoe kom je aan die balloon? Thuis, het is geen balloon. Heb je die helemaal thuis meegenomen? Even het surfen. Ik wil even weten, hoe kom je aan die pompoen? Jongens, inleveren. Kom. Nee, neem mij mee naar huis. Ik heb het allemaal beeld staan. Inleveren die pompoen. Nee, maar dan neem mij mee naar huis. Ja? Ben je nou aan het filmen? Ja? We zijn live. Inleveren. Kom op, jongens. Oh ja, jij streamt veel, hè? Moet naar de beveiliging bellen. Nee, nou ben je aan het liegen. Die jongen is geen 18, denk ik trouwens. Die moeten we toch even wegplukken. Heb je al gecheckt? Ga ik even vragen aan hem. Ga ik mee? Hey,
Zou ik even jouw ID-kaart mogen zien? Ik ben niet bij je. En je mag echt alleen in je game als je wel 18 bent. We hebben 18. 15. Nee, kom op gast, kom op. Weg. De combat in deze game is wel echt leuk gedaan. Dit soort dingen zijn wel geinig. Dit voetbal leuk. Oh, er is er nog eentje geloof ik. Ah! De combat in deze game is niet leuk. Snel, snel. Toggle, toggle. Woehoe. Ja, maar is dat scheef? Echt? Ja, een beetje, een beetje. Is dit beter, jongens? Top. Nee, het is altijd fijn. Als we iets niet helemaal lekker gaan met de stream, moet je het gewoon zeggen, hoor. Ik ben altijd bereid om een klein beetje mee te denken. Actieve swingersclub voor koppels en singles. Loungekoppels en koppels die niet graag daten met heren kiezen beter een gewone parenclub. Steeds seksgarantie voor single heren. Elke dag. Zo'n agressieve ad voor neuken of zo. Dit elke dag. Garantie. Misschien moet je gewoon een beetje aftasten. Gewoon een beetje de moves maken. Misschien tijdens het uitgaan of zo. Dat tegen werkt. Elkaar dat aan werkt. Gaat zitten. Van, oh, ik ben zo lam. Sorry, je borst. Weet je wel. Ik vind dit van spuiten en slikken een heel opmerkelijk advies. Je moet gewoon een vrouw een klein beetje aanranden. Om te kijken of ze je leuk vindt. Het is echt een tering grote muis ook. Hij is echt huge. The fuck. Leeft hij nog, of niet? Hij piept nog steeds. Wat gebeurt er? Hij heeft echt tering hard in mijn vinger. De buis? Ja. What the fuck? Hij moet dat werk wel doen. Ja, je moet wel echt naar de huisartsenpost bellen. Echt? U bent verbonden met de huisartsenpost. Oh yeah, baby. Mijn kat kwam net met een muis aanzetten. En die was nogal gewond. Dus ik wilde de muis graag proberen uit zijn lijden te verlossen. En toen heeft hij me gebeten. Vooral of ik daar nog een prikje voor moet halen. Of ik nog in levensgevaar ben. Of dat allemaal wel prima is. Nou, los van de bijtwond ben je verder in orde. Heel erg geschrokken. Maar boven dat alles prima. Oké, goed. Even een algemene vraag. Wat heeft u nog gezondheidsproblemen? Suikerziekte, minder weerstand, reuken. Ik heb ADHD. Maar denk je dat relevant is? Nee hoor. Gebruikt u nog medicatie dagelijks? Nee. Alleen veel blowen. Mijn kat doet nogal veel dingen doodmakende momenteel. Veel satanische offers. Ik was in de winkel, was een hele hoop lieve beeldjes. Hadden ook heel veel dingen van katten. Dus ik heb deze gekocht voor Billy. Souvenir. Het is een kat. Die staat in een fucking pentagram. Met 5 kaarsjes. Zo fucking cool. Ik ben gewoon pro, jongens. Even normaal doen, alsjeblieft. Wie zegt dat ze dat... Auw! Fuck! Kutspel! Oké, ik heb, je mag zelfs nog een mok uitkiezen. Ik heb je had toch I Love Boys en I Love Cock. Dat zijn een beetje de... Ja, dat is een moeilijke keuze, maar ik ga denk ik wel voor de kok. Ja, nee. Ja. De kokmok. Waarom verwacht mag de kok? Ik wil graag hebben wat de persoon voor mij had. Oké. Is dat veel? Mevrouw, 82,95. 82,95. Oké, dan ga ik even een rundje rijden en dan wil ik hebben wat... Drive moet er bek houden. Ik ben zo terug. Is goed. Een urinemonster moet je plassen in een flesje. En dat wordt dan gecontroleerd en dan zien ze of je gezond bent of niet. Een plasje in een fles. Ja, ik heb een plasje gedaan in een flesje. Dan gaat er een dopje op en dan zit het netjes dicht. Hé, dat heb ik ook een keer gedaan, dat is chlamydia. Het is uitverkocht. Ja, sorry. Alleen maar een bepaald soort mensen mochten binnen. Ja, precies. Ja. Ja, er was dus daadwerkelijk vanuit, geloof ik, Jan een verzoek of we een kleine controle konden doen. En die guy is gewoon daadwerkelijk een beetje... Hij zegt gewoon heel vaak hele gemene dingen over Marokkanen. Man is gewoon daadwerkelijk een beetje mild paranoïde dat hij een keer gewoon echt flink in elkaar getrapt gaat worden. Dus er werd geloof ik een kleine, op Jans verzoek, hè, ik heb hier niks mee te maken, kleine achternaamcheck gedaan op de tickets. Zo, de Vries, de Jong, Smit. Oké, dit vertrouw ik wel. Ik durf wel langs te komen, zeg maar. Dat schijnt gebeurd te zijn. Maar ik heb daar geen enkele invloed in gehad. Dat is gewoon Jan Roos. Daar trek ik mijn handen volledig vanaf. Bij 3/4 van de mensen met ADHD is er namelijk sprake van nog een andere psychische aandoening. 3/4! Zo'n 1/3 van die mensen met ADHD heeft zelfs
2 andere psychische aandoeningen. 2! Oh, dat ben ik sowieso. Oh, shit. Oh, man. Dit is een foto van ik toen ik 14 was. Dit was mijn zogeheten tussen aanhalingstekens emo-fase. Hoe kom je aan deze foto? Voor mensen die ooit iets met mij gaan doen, ik ben te laat. Ik waarschuwde jullie al 10 jaar geleden. Hoe durven mensen nog boos op mij te zijn? Ik ben nog steeds gewoon altijd te laat, hè? Ik sprak feiten hier, hoor. Ik was misschien een beetje kinderlijk, maar er werden alleen maar feiten gegooid. Doe ik best vaak. Je kan gewoon zo'n kant-en-klare bodem kopen. Je gooit zo'n kabel. Goddom. Tomatensausie, plakkie salami. Word je emotioneel? Ja, als ik zo sta en zo, en ik sta zo die keuken zo te overzien. Dan... Het is zo goed. Wat, ja, hier de 10 hours of silence broken up by metal pipe falling sound effect op 500% volume, bro. Kip Merguez van Everybody Loves Wahid. Wie de fuck is Wahid? Ik hou helemaal niet van deze gozer. En zijn worstjes zijn teringranzig. Ik moet dit ook allemaal nog doen. Dit is Descendants. De Descendants. Zombies. Hé, hey, jongen in winkelcentrum. Ik heb echt een stagiair nodig die gewoon, terwijl ik bezig ben, alles ophangt. De No Nut November coupon. Belangrijk. De religieuze Walter White. Nog steeds heel sterk, heel sterk. Een hele rare manier om mij te confronteren met mijn matige verleden. Het is zeg maar de stream waar ik op stream pik liet zien. En met mijn vriendin aan het webcam seksen was. Inclusief de titel van mijn ex en mijn pik. Dus dat is, nou, ik geef een mooi plekje op de achtergrond. Vind jij het nou ook gigantisch jammer dat deze video nu alweer voorbij is, omdat je best wel een paar leuke streams volledig hebt gemist? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Ik heb namelijk sinds een tijdje een tweede kanaal waar een hele hoop leuke streams worden samengevat in kleine leuke schattige video's. Bijvoorbeeld die van de verzamelbeurs of het gesprek met Sinterklaas. Dus neem daar eens een kijkje. Linkje staat in de beschrijving en over linkjes gesproken, het QR-project is nog steeds gaande en nu ook verkrijgbaar in deze hele fijne, super comfortabele sweaters. Daarvoor ook linkje in de beschrijving. Verder zie ik je hopelijk snel terug bij mijn stream en dan wens ik je verder een hele fijne dag en een heel fijn leven. Doei!